Bij deze aangezet. Check. Ja, trap jij maar af. En voor de mensen die dus straks dit wel via recordings terugkijken. We zijn begonnen met een korte intro. En een hele korte versie daarvan is dat ik coronatijd geen klap aan vind. Dat ik heel erg moet wennen. En dat Ferry inmiddels de coronamodus wel heeft gevonden. En ook wel ervaart dat trainingen online gewoon heel goed kunnen werken. Dus, ja. We gaan inhoudelijk van start. Yes, ik zal even de presentatie met jullie delen. Als het goed is, kun je meekijken met de PowerPoint. En dan zie je ons rechts bovenin. Een aantal mensen zie je rechts bovenin. 4 kun je voor kiezen, 2 kun je voor kiezen of alleen degene die aan het praten is. En dan klik je op 1 vierkantje. Het thema wat we met jullie willen gaan doornemen zo is het thema vertrouwen. En eigenlijk is het een van de eerste elementen, zou je kunnen zeggen, uit een model die Selma en ik wel vaker toepassen in trainingen. En we hebben een soort van mix proberen te zoeken tussen Selma's specialiteit, dat is teamwork, en waar ik me mee bezighoud, dat is meer het individu. En vandaar dan ook vertrouwen in jezelf en in je team. Maar voordat we gaan beginnen, willen we jullie de vraag stellen. En dan mag je een cijfer geven voor je eigen werkplezier op dit moment. Dus hoe is het gesteld met jouw werkplezier in deze coronatijd? En dan mag je delen in de chatbox. Dus daar zijn we wel even benieuwd naar. Een 6 voor Selma. 6 min. Oh, ik zie Cora 3. Je vindt er ook geen klap aan. Nee. Om zo even het sentiment te peilen. We gaan er niet verder heel erg op in, maar we zijn wel benieuwd hoe het met jullie werkplezier is in deze bijzondere tijd. Nou, toch wel 8 zie ik ook, Selma. Mensen Mooi. Die het niet in jouw verhaal hebben kunnen vinden, denk ik. Leuk. Leuk om zo te zien. Willen we nog 1 of 2 er even uitlichten? Nou ja, die van Koraf ook wel bijzonder. Een 3. Ja. Kijken. Kun je daar iets over delen, Cora, misschien in de chat? Oh, die moet even nog unmute. Oh, thuiswerken met 2 jonge kinderen, zegt ze nu in de chat. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dat is ook wel een beetje jouw uitdaging, hè, Selma? Ja, ook 2 jonge kinderen. Dus gelukkig zeg ik erbij, we hoeven geen juf of meester te zijn. Voordeel is, voor de 2 kinderen verandert er niet zoveel. Maar de werktijd is minder. Dus ik heb toch ergens een onderliggend onrustig gevoel in mijn lijf. Dat ik denk, wanneer komt die tijd dan? Die misschien sommige mensen nu wel hebben. Dat ervaar ik nog niet. Maar ik denk binnen nu en een aantal weken wel. Dat er toch de coronamodus wel gevonden wordt. Mooi. Ik zie ook, een 8 bijvoorbeeld van, even kijken, Veertje. Wil je daar iets over delen met ons? We kiezen nu even voor de chat, omdat dat iets rustiger is. Maar dus voor ons ook even experimenteren wat het beste werkt. En dan gaan we dan in de volgende sessies misschien een kleine aanpassing op doen. Ik zie Veertje zeggen, ik had al heel lang de wens om meer remote te werken. Gelukt bij deze. Ja, dat is ook een beetje wat ik net ook aangaf. Hè? Dat deze tijd ons misschien ook wel forceert om datgene op te pakken wat we al langer voor ogen hadden. Dat ons een beetje in die modus drukt. Alright, dank jullie wel. Nou, het thema van deze werkplezierboost, vertrouwen dus in jezelf en binnen je team. Beide hangt natuurlijk ook nauw met elkaar samen. Wat we gaan doen is dat ik eerst even mijn eigen visie daarop loslaat van hoe denk ik dat je vertrouwen kan bouwen met jezelf en in jezelf. En vervolgens gaat Selma iets meer vertellen over hoe je dat binnen je team kan doen. Toen we besloten met dit thema te gaan doen,
toen begon ik daar gelijk op te broeden van wat is nou zelfvertrouwen en hoe werkt dat? En als ik uit mijn eigen ervaring mag putten, dan werkt zelfvertrouwen in eerste instantie vanuit doen. Dus dingen oppakken die je belangrijk vindt, die je misschien spannend vindt, en die aan te gaan. En naarmate je dat vaker doet, merk je dat het vertrouwen gaat groeien. Maar om de juiste stappen daarin te zetten, denk ik dat je moet beginnen bij een stukje zelfkennis. Bij jezelf te leren kennen. Wie ben je nou? Wat zijn je krachten? Wat is je persoonlijkheid? Maar ook wat zijn je waarden eigenlijk? En op het moment dat je je persoonlijkheid, de waarden en je sterkte en helden hebt, dan is het denk ik volgens belangrijk om een context te zoeken waarbinnen die krachten, die waarden ook gewaardeerd worden. Dus waarbinnen je ook kan, zoals dat binnen de positieve psychologie heet, zodat je kan floreren als mens. Dat doet me ook denken aan een mooie metafoor, dus een stukje beeldspraak. Het is ook wel de agent arena relationship genoemd in de psychologie. De agent in de arena. En het voorbeeld wat altijd wordt genoemd is, als je een tennisspeler in een veld plaatst waar mensen aan het hockeyen zijn. En dan klopt daar iets niet. En je kunt je voorstellen dat die tennisspeler op zo'n veld niet echt zelfvertrouwen heeft. En ook niet echt goed aan zijn zelfvertrouwen kan bouwen. Want hij krijgt ook continu de feedback vanuit zijn omgeving dat iets niet klopt. Maar als je diezelfde tennisspeler op een tennisbaan zet, dan begint het te kloppen. Dan begint het zelfvertrouwen ook te groeien van die speler. En dit is dus, zoals ik dat dan zou noemen, zelfvertrouwen bouwen vanuit doen. Maar zoals een aantal van jullie weten, hou ik me ook veel bezig met mindfulness. En bedacht ik me, dat is één manier van het bouwen aan vertrouwen. Dat is door gewoon te doen, door het aan te gaan. Een omgeving te zoeken die bij je past, uit te vinden. Dat is meer die actiegerichtheid. Maar dat aan de andere kant je ook kan bouwen aan vertrouwen vanuit een stukje zijn. Eigenlijk. En daarvoor heb ik ook een model gevonden. Eigenlijk zelf samengesteld. Ik had het net over doen. Hè? Maar dat waar ik me verder mee bezig hou, een stukje mindfulness, het gaat veel meer over zijn. Hè? Want je kan ook in situaties van niet weten, wanneer je de kennis niet paraat hebt, wanneer je de dingen niet helder hebt, kun je ook werken aan vertrouwen. En dat is eigenlijk een hele andere richting, die niet zozeer gaat over, zoals je ook in het schema ziet, veranderen wat is, maar veel meer gaat over acceptatie van wat is. Dus wat meer leren aanwezig te zijn met de omstandigheden en ook misschien wat meer rust te vinden en wat meer tijd te nemen voor het stukje acceptatie. Een van de mindfulness oefeningen die ik bijvoorbeeld in trainingen doe, is dat mensen gaan liggen en hun lichaam gaan volgen. En op die manier ook wat meer vertrouwd raken met hun lichaam en het mechanisme van hun lichaam. En daar komt vaak ook de realisatie bij van, er zijn zoveel processen gaande in mij waar ik eigenlijk helemaal geen weet van heb, maar waarop ik gewoon kan vertrouwen, die ik gewoon eigenlijk gewoon kan loslaten en die werken gewoon. En een van de mooiste processen vind ik bijvoorbeeld de adem van het lichaam. Hè. Dat is eigenlijk een heel autonoom proces. Jij als mens ademt niet bewust, het is een heel onbewust proces. En dan zeg ik wel eens van op het moment dat je zelfs in staat bent om dat vitale element van jezelf, van ademen, om dat los te laten, wat jou eigenlijk het leven verschaft, dan valt de rest van het leven eigenlijk wel mee. En dan zou je dat misschien ook wel kunnen helpen bij het loslaten van andere dingen. En dan werk je, zoals ik ernaar kijk, ook wat meer in het vertrouwen op de natuurlijke, hoe dingen zich natuurlijk ontvouwen, zou je kunnen zeggen. Dus dat is eigenlijk mijn visie op zelfvertrouwen. Enerzijds zelfvertrouwen bouwen, door vanuit waarden, vanuit je persoonlijkheid, vanuit je krachten een context te zoeken die bij je past. En aan de andere kant bouwen aan vertrouwen vanuit loslaten. En vanuit eigenlijk een vertrouwen in een soort van natuurlijk proces. Aan het einde houden we ruimte voor vragen. Dus ik stel voor dat we het bruggetje slaan naar Selma. Ja. Ik zit nog eventjes te broeden natuurlijk ook weer op jouw verhaal. Want ik was ook luisteraar.
Ik denk dat ik nog wel iets van acceptatie op deze situatie kan loslaten. Want ik ben behoorlijk doelgericht. En misschien is gewoon even doelloos zijn ook wel prettig. En, maar goed, dat zit nog niet, dat zit niet voor in de kop. Maar goed, die laat ik straks wel even landen. Waar ik over iets over wil vertellen is vertrouwen in teams. En dat begint ook met zelfvertrouwen, daar ben ik van overtuigd. En het wordt pas teamvertrouwen als je daarover iets kan, wil of misschien wel durft te delen met een andere collega. Op dat moment heb je het al over teamvertrouwen. Dus dan gaat het over jou in interactie met een ander. Ik schets een model. Dat gaat ook over vertrouwen. En het zou mooi zijn, dat hebben Ferry en ik ook een beetje zo afgesproken, dat als wij iets toelichten, dat we er ook een actie aan kunnen koppelen. Dus het zou mooi zijn als je naar aanleiding van het verhaal van Ferry, of naar aanleiding van mijn verhaal over vertrouwen, overgaat tot actie, waar dan ook en bij wie dan ook. En dat kan ook met een schermpje ertussen. Want voordat ik het model verder ga toelichten, wil ik toch nog wel even aangeven dat, en dat geldt ook voor mij en dat merk ik ook wel, als je op deze manier verbinding met elkaar aangaat, de sociale interactie, ook al zit er een schermpje tussen, of is het gewoon bellen en je hoort iemands stem, of videobellen met het beeld erbij, dan, dat is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen, dan wordt er gewoon het knuffelhormoon aangemaakt. Dus het is natuurlijk, dus het doet wel wat. Je kan ervoor kiezen om helemaal niet meer mee te doen. Als introotje voor het model. En als je helemaal niet meedoet, dan doet dat iets met vertrouwen. Dan doet dat ook iets met zelfvertrouwen. En het plaatje wat jullie, of wat jij nu al ziet, dat heeft twee assen. En op de horizontale as zie je staan neiging tot analyse. En neiging tot analyse betekent gewoon wat gebeurt hier en mag ik daar vragen over stellen? Wil ik daar vragen over stellen? Mag ik kritisch zijn op deze situatie, op deze werksituatie in die gekke coronatijden? En als die neiging hoog is, dan stel je die vragen ook. En dan durf je ook kritisch te zijn en dan durf je ook beren op de weg te zien die ook te benoemen. Je kan een situatie gaan inschatten op risico's, op haalbaarheid. Dat zijn allemaal dingen die horen bij de neiging tot analyse. Als die neiging heel laag is, doe je dat dus allemaal niet. Op de verticale as zie je staan een neiging tot vertrouwen. En als jouw neiging tot vertrouwen dan ook nog eens laag is, en dat kan zijn ofwel een laag zelfbeeld, of weinig zelfvertrouwen, of weinig vertrouwen in iemand anders, of in deze gekke, bizarre coronatijd, ja, dan kom je in het kwadrant linksonder. Dus, en je stelt geen vragen, en je hebt ook niet zoveel vertrouwen. En het wordt aangeduid vrij simpel met de woorden geen vertrouwen. No trust. En met het risico dat je dus ook besluiteloos wordt. Voor mijzelf ervaar ik dat als ik gedaan heb wat ik moet doen in deze tijd, 's avonds op de bank zit en de kindjes liggen op hun bed, dan heb ik niet zoveel zin om de laptop nog open te klappen. Ik heb ook nog niet zoveel zin gehad in naar buiten gaan om hard te lopen of te gaan sporten. Dus ik zit toch een beetje, ben ik achtergekomen, meer dan anders in dit kwadrant van toch een beetje besluiteloos, het gewoon niet zo goed weten. Wel doen wat ik moet doen. Die verantwoordelijkheid pak ik wel. Maar ik merk wel dat het een beetje op slot gaat. Nou, kan ik twee dingen doen. Daar lekker in blijven zitten en een beetje medelijden met mezelf hebben. Ben ik niet van. Dus hebben we dit ook maar aangepakt. In dit geval met Ferry. Om gewoon deze webinars te doen. En om iets meer in een ander kwadrant te komen. Daar kom ik zo wel bij. In dit geval, we gaan nu even volgens mij een stapje maken naar het kwadrant rechtsonder. Als ik het goed begrijp. Daar heb je een lage neiging tot vertrouwen. Maar stel je wel al die kritische vragen en zie je ook beren op de weg. En benoem je ook de risico's. En daar is op zichzelf niks mis mee. Maar als je dat vanuit een laag vertrouwen doet, dan is dit wat je binnen je team of bij de ander misschien creëert. En dat is wantrouwen. En dat wil je ook niet.
Want daar hoort dan weer het woordje achterdocht bij. En dat heeft lading. Dus dat wil je eigenlijk ook niet. Maar ik denk dat het nog beter is dan niks doen en besluiteloos blijven. Dus durf wel die vragen te stellen. Wat mooi zou zijn, is het kwadrant linksboven. Als je ook in deze tijd gewoon de neiging hebt tot vertrouwen. Een hoge neiging tot vertrouwen. Goed gelovig bent. En hier staat het al. Blind trust. Dus dat je ergens nog iets van kinderlijkheid of naïviteit kan hebben. Kan ervaren. Ik denk dat dat heel helpend is nu. Ik ben dat itipiti kwijtgeraakt. Niet helemaal. Klinkt vrij droevig, vrij ernstig. Zo is het helemaal niet. Maar ik wil wel hier ook gewoon een eerlijk en een kwetsbaar verhaal houden. Waar ik voorheen pre-corona nogal eens in dit kwadrant zat. Van, oh, komt goed. Ik ga er wel voor. En goed gelovig bijna was. Een blind vertrouwen in mezelf en in anderen. Heb ik dat nu niet met alles. En moet ik dus ergens weer een stapje maken. En het stapje wat ik denk ik te maken heb, is het stapje vanuit deze naar het kwadrant rechtsboven. Wel weer vertrouwen ervaren. Hoge neiging hebben tot vertrouwen. Ook dat je gewoon in deze tijd leuk werk kan hebben. Leuk werk kan doen. Dat gewoon kan opzoeken. Daar iets van kan maken. Ik weet ook zeker dat dat kan. Ik moet het nog een beetje ondervinden. Maar dat je ook gewoon kritisch mag zijn op deze tijd en op deze werkcontext. En wat hebben we dan nu met elkaar te doen? En wat zijn nu onze gezamenlijke doelen? En welke verantwoordelijkheid hebben we nu nog? En dat stapje is naar rechtsboven. Dan heb je het over slim vertrouwen, smart trust. En dan kan je wel overwogen een oordeel maken wat je wil op dit moment met deze situatie. En wat je wil over nu en 3 maanden, op het moment dat je met elkaar weer fysiek bijeen bent, of over een half jaar. Wie weet hoe lang het nog gaat duren. Maar durf daar nu al met elkaar over te hebben. En durf ook te zeggen, als je het nog gewoon even niet zo leuk vindt, durf ook te zeggen dat je je misschien zorgen maakt. Maar durf ook te zeggen dat je hele gave ideeën hebt. Met andere woorden, als je dit soort dingen met elkaar bespreekt, en dit is een model wat gaat over vertrouwen, dan kan het niet anders dan dat het ook het teamvertrouwen of misschien wel het organisatievertrouwen goed gaat doen. Hou het dus niet voor jezelf. Korte toelichting op dit model. En we hebben er wel een vraag bij. Ook een blik op de klok. 2:05. Dus we moeten ook alweer een beetje opschieten. Maar dit is wat ik er op dit moment over dit model wil zeggen. En we hebben er ook een vraag bij. Dus als je daar nu even voor jezelf over wil nadenken. Vraag komt in beeld. In welk kwadrant zit jij ten aanzien van jouw werk in deze coronatijd? In welk van die 4 kwadranten zou je jezelf nu plaatsen? En je kan het inderdaad in de chatbox kan je reactie plaatsen. Je kan het ook voor jezelf houden, dus aan jou. In welk kwadrant zit je gewoon op dit moment gevoelsmatig? En hij mag inderdaad even terug. Ja, je kan ook ergens tussen zitten. Misschien is dat ook wel even goed om te vermelden dat je natuurlijk niet volledig in een kwadrant hoeft te zitten, maar je kan ook naar een kwadrant toe bewegen, zeg maar. Even kijken, ik zie Angela 3 zeggen. Welke bedoel je met 3? Ik denk blind trust. Die heb ik nu als derde benoemd. Als derde benoemd, ja. Ja. Oké. Okay. Mooi. Geertje ook. Mooi. Dat was van die kinderlijke spontaniteit, hè, zoals jij dat noemt. Heerlijk. Smart trust. Saskia afwisselend. Ja. Mooi, verschilt per dag, zegt Kirsten. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook gewoon een beetje heen en weer geslingerd wordt. Zit hier nog één?
Ik kan ook niet, kan er bijna niet voor één kiezen. Maar als ik nu moet kiezen, dan is het een beetje van linksonder in deze situatie. Nou, ik wil wel weer naar linksboven. Ik wil wel een stapje maken naar joh. Lekker naïef erin kletsen. Ja. En ik merk een beetje dat ik een diagonale beweging maak, denk ik, van smart trust. Een beetje iets meer richting no trust. Omdat ik ook merk dat ik stak net een positief verhaal af. En zo ervaar ik het ook. Zo ervaar ik het vandaag bijvoorbeeld wel sterk. Maar dat ik af en toe ook een beetje overweldigd kan worden door alles wat er gebeurt. En ook alle andere trainers die online van alles doen. Dat ik dan op een gegeven moment denk van ja, moet ik daar iets mee? En dan in een soort van zelf twijfel op kan gaan zitten. En dan niet in beweging kom. Dus wat meer besluiteloos wordt. Oké, ik zit even te kijken. Maar even aan het zoeken. Ja, nog één iemand die iets deelt, zie ik. Ja, zag ik. Blind trust inderdaad, maar ik moet eraan toevoegen dat ik ook wel schommel tussen de verschillende lagen. Hè. Ja, het is niet zo zwart-wit, ik zit helemaal daar of ik zit helemaal daar, maar je beweegt vaak of je hangt ergens tussen inderdaad. Maar het is mooi om dat voor jezelf wat scherper voor de geest te krijgen. Ja, daar begint het in ieder geval wel eerst mee. Hè, dus deze reflectievraag en of je daar nu het antwoord op hebt of het verschilt per dag en je schommelt wat heen en weer, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Wat veel belangrijker is, is dat volgens mij deel 2 van de opdracht is niet zelfreflectie, maar is gewoon een actiegerichte vraag. Met wie ga je dit nou ook eens bespreken? In jouw team? Of als jij voor jezelf werkt met welke collega? Of misschien wel een klant? Met wie ga je dit bespreken? Hoe ervaar jij vertrouwen? Ofwel op basis van het stuk wat Ferrier vertelt over de zijnsmodus of de doelmodus, of op basis van dit model, of op basis van wat dan ook, wat vertrouwen voor jou betekent. Maar het zou mooi zijn als je dit, als je hier een gesprek van kan maken met iemand. Ja. Want sociale interactie is en blijft cruciaal. We zijn kuddedieren, komen we volgens mij meer dan ooit nu achter. En toch nog even in het licht van ons aller Dirk de Wachter, die voorspelt niet alleen nu in deze coronacrisis, straks nog een crisis, en dat is een psychologische crisis, post-coronatijd van joh. Ook nu, dus denk ook aan een collega die misschien wel linksonder in het kwadrant zit, geen vertrouwen en er ook niet zo makkelijk uitgaat. Dus benader hem of haar dan eens. Iemand die daar minder last van heeft, ja, die zoekt jou wel op. En daar heb je wel gesprekken mee. Maar denk ook even aan mensen die dit misschien spannend vinden, waar je nu even wat minder van hoort. Want die zijn er gewoon nog steeds. Dat wou ik al nog even gezegd hebben. Hoi. En ik denk ook dat je met die actie gelijk al iets in gang zet, hè, binnen je team. En dat vertrouwen binnen teams altijd begint met dat stukje kwetsbaarheid ook. Dat delen wat er zo in je omgaat. All right. Nou, het is inmiddels 2 uur, hè? Dus, ja, dat hebben we aardig in de tijd gedaan. Dat hebben we heel mooi gedaan. Gouden kloppie. Als je vragen hebt, mag je die delen in de chatbox. Dan lichten we de 2, 3, even afhankelijk van de tijd, lichten we die uit. Ja, en zullen we die dan wel even op unmute zetten? Ja, is goed. Wel leuker, hè? Anders voelt het als een monoloog. Ja. Oké, dus dan is het misschien makkelijk dat ik even de... Oh, dan ga ik ietsje snel vooruit. Oh, dat ik even de presentatie stopzet en dat we elkaar even kunnen zien. Anders zie ik niet wie er een vraag wil stellen. Dus ik stop even de presentatie en dan zet ik hem even op. Kijk, daar is iedereen weer. Als iemand een vraag wil stellen, steek dan even je hand op, dan kan ik je unmuten. En er zijn een aantal mensen die de camera niet aan hebben staan. Die mogen het wel dan via de chat even delen. Ja, voor zover ik nu weet, alleen Danielle. Nou ja, dat weten we ook niet. Nee, dus een aantal hebben inderdaad camera. Daar weten we het gewoon niet van.
Danielle weet ervan dat de camera kuren heeft. Als je een vraag hebt, kan je hem ook in de chatbox zetten. Ah, geen vraag hoor, jongens. Geen vraag van Danielle. Oké. Nou, we delen aan het einde van deze sessie zo dadelijk ook even onze mailadressen. Dus mocht je een vraag hebben die je niet zo openbaar wilt delen, of hier even verder over praten, dan kun je ons een mailtje sturen. Oké dan. Oh. Geen vragen, dank. Als er geen vragen zijn... Dan zou ik alsnog wel, hier komen we zeker op terug. Komen de slides nog ergens te staan? Worden die nog gedeeld? Die gaan we delen, deze PowerPoint. Hoe hadden we het ook alweer bedacht, Ferry? Kunnen we nu een file delen op dit moment? Ja, dat zou mogelijk moeten zijn, maar ik zie die optie nu niet. Dus wat misschien handig is, is dat je, als je dat wil, ons ook even een mailtje stuurt. Dan delen we hem gewoon persoonlijk met je. Dat is denk ik nu de beste. Ik zie trouwens hier wel een vraag van Rachel. Misschien is het leuk om iets te vertellen over met wie je praat als je niet in een team werkt. Ja. Als je niet in een team werkt en je bent zelfstandig ZZP'er. Ja, dan zou ik de suggestie bij deze willen doen, even los van thuis, want daar hebben we het natuurlijk niet over gehad, hoe superbelangrijk is thuis, maar even los van dat, dan zou ik een collega uit jouw sector eens benaderen, die ook freelancer is. Hoe ervaar jij deze tijd? Wat doet het met jou? Heb jij een zorg? Heb jij een idee? Maar juist ook nu zou ik de klantenbinding ook warm houden. Dus neem ook gewoon contact op met een klant of een potentiële klant. Hoe ervaar je dit? Kunnen wij een afspraak maken, virtueel, en ergens voor de zomer of na de zomer een kop koffie drinken? Ik zou dat gewoon aangrijpen. Zoek een antwoord van Angela. Reacties. Ja, ik heb een aantal mensen in mijn netwerk. Danielle zie ik. Zelfde vakgebied met wie ik eens in de zoveel tijd intervisie heb. En ook praat over spannende tijden als deze. Angela, ik zou met mensen van mijn intervisiegroep en met mensen met wie ik regelmatig spar willen praten. Ja, mooi. Ja. Ja, dus zoek elkaar op. Vooral nu. Oké. Okay. Zullen we formaliteitjes nog even bij de kop pakken? Want ik denk dat we anders uitgeklapt worden zo. Qua tijd inderdaad. Volgende werkplezierbooster is hier nu onder ons. Rachel van Flow. Die gaat het met ons hebben over hoe je flow creëert voor jezelf en binnen je team. Rachel heeft zelf onderzoek gedaan naar de flow-factoren. Dus welke factoren belangrijk zijn om die flow-toestand te creëren. En daar gaat ze ook meer over vertellen volgende week. Dus hetzelfde tijdstip. En we zullen weer op maandag via Facebook, Instagram, LinkedIn en via de mailing, als je daartussen zit, het linkje delen. En inderdaad, zoals we net al aangaven, mocht je even contact met ons willen zoeken, dat kan met mij via ferrie@dagvanhetwerkplezier.nl en met Selma via selma@dagvanhetwerkplezier.nl. Nou, de website van de Dag van het Werkplezier staat er nog even bij. En daaronder het linkje naar een filmpje dat we maandag ook hebben gedeeld via de sociale kanalen over vertrouwen. Dat is een filmpje die niet openbaar beschikbaar is, maar die kun je eigenlijk alleen maar benaderen via dat linkje. Ja, daar wil ik nog wel even bij zeggen, want ik kreeg al een reactie. Het is 2 jaar geleden dat we dit filmpje hebben opgenomen. Ik snotter als een malle in dat filmpje. En toen kon je gewoon nog zo hoesten. Dus het is niet in coronatijden opgenomen. Weet je dat maar. Ja, maar we zitten ook niet 1,5 meter uit elkaar, hè? Nee, ik zit gewoon in de keuken, thuis. Nee, ik bedoel op dat filmpje. Zitten we echt filmpje? Naast elkaar. Ja, nee, gewoon even gezellig naast elkaar. Precies.
Doen we gauw weer, als het even kan. Alright, ik beëindig de presentatie. Yes, we hebben in ieder geval weer wat mensen in beeld. Mensen die we kunnen zien. Ja. Nogmaals, dank. Ah, kijk, daar komen nog wat handjes. Ja, super. De kop is eraf. Dus misschien zien we elkaar nog een keer bij een andere boost op de woensdagmiddag. En misschien wel volgende week bij Rachel over Flow. Thanks. En heb het goed. Hou het goed. Hou vertrouwen. Blijf gezond. Zoek de mensen op. Alright. Doei. Ciao.